Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. Wat vindt u van Geert Wilders? Daar zal ik een genuanceerd antwoord op geven. Hij is de winnaar. Hij is inderdaad de winnaar. En hoe groot is volgens u de kans dat Wilders de nieuwe minister-president gaat worden? Die kans is zeker heel groot aanwezig. Maar ik ben geen voorspeller. Ik kan niet in de toekomst kijken. Er zijn zoveel factoren die daar van invloed op zijn. Dat weet ik niet. Dat hij eerst moet bewijzen wat hij inderdaad allemaal aangeeft. Hoe groot is volgens u... de kans dat Geert Wilders minister-president gaat worden van Nederland? Niet zo heel groot, denk ik. Ik denk wel dat hij mee, maar niet dat hij zelf minister-president gaat worden. Dat geloof ik niet, nee. Wat vindt u van Geert Wilders? Ja, hij heeft wel zijn raakvlakken. Op sommige punten is hij erg kritisch. Maar ja, Nederland moest even wakker geschud worden. En dat is nu gedaan. Ja, en hoe groot is de kans dat Geert Wilders minister-president gaat worden volgens u? Dat schat ik niet in. Nee, dat denk ik niet. Wat vindt u eigenlijk nu nog van Geert Wilders? Ik ben benieuwd hoe dat hij het gaat fixen. Ja, en hoe groot is dan volgens u de kans dat Geert Wilders minister-president gaat worden? Nul. En wie wordt het dan wel? Geen idee. Ik heb er wel een mening over, maar het lijkt me niet verstandig om die voor de tv te zeggen. Oké, dat waardeer ik. Maar hoe groot is vervolgens dan de kans dat Geert Wilders minister-president gaat worden hier in Nederland? De kans is een 25%, denk ik. Dat is niet veel. Nee, dat is ook niet zoveel. Maar dat was ongeveer het percentage wat gestemd heeft op hem. Dus. En zou je daarin teleurstellen als het niet zou lukken. Wat vinden jullie nu van Geert Wilders? Oh. Ja. Ik vind hem eerlijk. Sorry, u vindt hem? Eerlijk. Je vindt hem eerlijk? Ja. Ik hou van zijn antwoorden. Zo. Ja. En jij? Ja, hij is echt heel eerlijk, open. Ja, heel streng ook. Ja, maar goed, soms, want het land is een beetje raar aan het worden. Ja. Dus misschien is het niet verkeerd. Maar ja, dat weten we dus niet. Maar hoe groot is de kans dan volgens jou dat Geert Wilders minister-president gaat worden? Ja, het kan heel groot zijn, het kan heel klein zijn. Doordat ja, er zijn heel veel mensen, laten we zeggen, buitenlander die dat niet wil. Maar ja, dat weten we niet. Dus ik weet het niet. Nee, en u mevrouw? Ja, het is wel mogelijk. Hij zal veel dingen veranderen. Er zal veel dingen anders worden. En is het ook nodig, denkt u? Ja. Echt, hè? Echt nodig. Wat vindt u nu eigenlijk van Geert Wilders? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Hij heeft wel het beste voor de Nederlanders. Maar ja, er zijn ook andere minder goede kanten natuurlijk. Hè? Nou, een hele goede man. Ja. Een hele goede man, vertel. Ja, nou, ik ben ervoor, want ik heb er ook op gestemd. Dus je mag het bij mij weten. Veel kiezers hebben spijt dat ze op de VVD hebben gestemd en op de NSC. Omdat zij nu niet mee willen werken met Geert Wilders. Wat vindt u daar zelf van? Ja, ik vraag me af of dat inderdaad niet gaat gebeuren. Dat is helemaal nog niet duidelijk. Er zijn allerlei mooie 2-2 gesprekken. En ik kan niet in de toekomst kijken. Ja, dat klopt. Maar dat zat er gewoon aan te komen natuurlijk. Hey, ook met de afgelopen jaren, ook met Rutte en al die toestanden. Dus ja, nogmaals, Nederland moest eventjes wakker geschud worden. Ja, precies. En wat nu dus eigenlijk het feit is, is dat de VVD en de NSC niet willen samenwerken. Eigenlijk vindt u dat niet vreemd dan? Een beetje wel. Wat er op kiezers die gestemd hebben op die partij, ja, dat is gewoon nutteloos geweest in dit geval. De VVD, hè, vroeger was Geert Wilders van de VVD, toen is hij de PVV gestart. Heel veel kiezers van de VVD en de NSC, hè, nu sociaal contract, die hebben stemmen binnengehaald. Maar eigenlijk ook dat ze eigenlijk willen dat zij gaan samenwerken met de PVV. En eigenlijk heeft de VVD nu een gedoogsteun gaan ze gedogen, maar willen niet meer regeren. Wat vinden jullie daarvan?
dat heb ik. Ja, ik vind, ja, je moet gewoon professioneel blijven. Dat is mijn mening. Dus ja, als je niet kan samen gaan werken voor een betere Nederland, ja, dat is erg gek voor mij. Veel kiezers hebben spijt, hè, dat ze op de VVD en op de NSC hebben gestemd. Hè, omdat zij niet meer willen meewerken met de PVV. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is flauw. Want maar ze zijn in gesprek, dus het kan altijd nog. Dat vind ik een slecht iets, want ik bedoel, er hebben ruim 2 miljoen mensen op gestemd. En praten kan altijd. Als je de partijprogramma's allemaal naast elkaar legt, lijkt het me logisch dat ze het niet doen. De VVD misschien wel, maar het NSC zou, denk ik niet dat ze dat zouden moeten doen. Afgaande op de programma's. Nou, ik zou zeggen, als het Geert Wilders was, maak maar nieuwe verkiezingen. Dan zullen we wel eens zien wat er gaat gebeuren. Dan denk ik dat de PVV nog een stukje groter wordt. Ja, want daar staat nu in de peilingen, geloof ik, van Maurice de Hond op 43 zetels. Ja, nou, dat bedoel ik. Dus ze vragen er dan zelf om. Kijk, ze weten tenminste altijd van de VVD weten dat ze fout beter zijn geweest. Dus ze mag het toch wel, in principe horen ze gewoon beter regeren. En al die fouten maar eens toe te geven. Stelling van de week. In Oosterhout hebben de meeste mensen, en dat is 28,6%, op de PVV gestemd. Zou de PVV bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen mee moeten doen in Oosterhout? Ja, toch wel. Dus, ja, het is gewoon echt heel moeilijk. Het is een hele rare tijd nu. Ja. En ja, je kan zulke dingen allemaal ook verwachten, ook hier in Oosterhout. De PVV zou bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen mee moeten doen in Oosterhout. Vindt u dat ook? Ja, ik kom zelf niet uit Oosterhout, maar dat maakt er niet zo uit. Maar ik denk dat je voor alle gemeenten wel wat meer moet doen, ja. Dat klopt wel. In de toekomst kijken. Maar ik heb nou gewoon mijn simpele taak als oma even te doen. Ja, okay. Dank u wel, hè. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.